Hallo, we zijn hier bij Zwembad de Lieberg in Hilversum. En dank je dat ik mocht komen. En zou je kunnen voorstellen? Ja, ik ben Seamus ten Veen. Ik kom uit Apkoude, 38 jaar. En ik ben nu 4 jaar werkzaam bij Optisport in de zwembadenwereld. Optisport die exporteert zwembaden voor de gemeente. En nu sinds een klein jaartje heb ik Hilversum er tijdelijk bij gekregen om ook te managen. Hilversum, omdat jij ook ergens anders zit? Ja, in Meidrecht. Oh, in Meidrecht, dat is je vaste plek. Ja, Meidrecht is mijn vaste locatie. Ze hebben een zwembad, een horecareceptie en een fitness. En in Hilversum hebben we dan als Optisport een zwembad, een sporthal en nog 3 losstaande sporthallen die we exporteren. Oh, dat is best veel. Ja. Leuk. We waren net al een beetje aan het praten natuurlijk, hè, over de zwemwereld. Hoe zit het nou precies hier in elkaar? Want je zegt het is een gedeeltelijk gemeentebad. Ja. Hoe zit dat in elkaar eigenlijk? Nou, het is een gemeentebad. En wat in principe het doel is van de gemeente door het een andere partij te laten runnen, is dat je eigenlijk een soort van begroting kan maken voor een x-periode. Dus voor de gemeente zelf, zodat zij weten van nou, wij betalen subsidie, een andere partij die runt de tent. En aan de hand daarvan weten zij van nou, de aankomende 10 jaar moet alles draaien, weten wij wat het kost voor ons. En uiteraard zit er natuurlijk wat ogen en haken aan. Dat je natuurlijk contractueel vastlegt waar wij ons aan moeten voldoen. Waar wij aan moeten voldoen, sorry. Ja. Dus dan heb je het natuurlijk niet alleen over het geven van zwemles, ruimte bieden aan verenigingen, maar ook over het maatschappelijk ondernemen is tegenwoordig vooral heel belangrijk. Dus welke doelgroepen kan jij helpen om ja, te leren zwemmen, ook de speelse vorm van het zwembad te kunnen krijgen. En dat zit eigenlijk allemaal gebonden in een contract. Dus van daaruit ja, zijn wij altijd aan het ondernemen, om het maar zo te zeggen. Dus je bent altijd op zoek naar wat kan je bieden aan de omgeving. Ja, en wat zijn bijvoorbeeld maatschappelijke ondernemen? Zijn er bijvoorbeeld, moet ik dan denken aan evenementen? Nou, niet zozeer. Kijk, in principe kijk je naar welke doelgroepen zijn er Ja. en wat kan ik daarvoor aanbieden. Daarnaast heb je voor verschillende doelgroepen heb je natuurlijk ook gemeentelijke afdelingen. Je hebt ook subsidies. Maar in ieder geval, zeg maar, het doel is om van jong naar oud, gezond of niet, fit of niet, het zwembad in te krijgen. Om te bewegen, om te kunnen overleven. Ja, en van daaruit, zeg maar, dat maatschappelijk ondernemen is dus dat je eigenlijk voor de hele maatschappij iets kan aanbieden. Nou, dat is ook iets wat natuurlijk in je rooster moet terugkomen. Dat je niet alleen voor. Niet alleen zwemlessen geeft, Nee, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, en dat je activiteiten aansluiten aan de mensen die hier in de omgeving wonen. En niet alleen het product is omdat het jouw product is. Nee, helder. Hey, en wat zijn dan bijvoorbeeld, wat voor hebben jullie bijvoorbeeld aan doelgroepen? Los van de zwemlessen, Ja. wat voor lessen geven jullie nog meer? Ja, je hebt bijvoorbeeld verschillende aqualessen. Nou, de aqualessen zijn echt wel gericht op verschillende doelgroepen. Dus je hebt uiteindelijk, je hebt bijvoorbeeld aqua bootcamp. Nou, het zegt het al een beetje. Nou, dat is voor de fitte, harde werkers. Maar je hebt ook aqua joggen. Je hebt aqua fit. Aqua 9 maanden. Nou, als je zwanger bent, dat je kan zwemmen, dat ze bepaalde oefeningen doen. Dus eigenlijk is dat voornamelijk op. Ja, op leeftijd en op fitheid, zeg maar, gekwalificeerd die lessen. En is dat altijd een vaste instructeur hier die de lessen geeft? Of hebben jullie verschillende instructeurs die deze aqualessen kunnen geven? Ja, we hebben verschillende instructeurs die ze kunnen geven. We proberen natuurlijk wel een vast gezicht te houden voor een groep. Want het Ja. zijn ook vaak dezelfde mensen Die dan weer die dan terugkomen. terugkomen. Ja. En we hebben vanuit ons bedrijf hebben wij een soort van standaard opleiding per activiteit, waardoor je echt wel geleerd wordt wat voor oefeningen je het beste kan doen, welke varianten je hebt, hoe je om kan gaan met ja, bepaalde mensen die je tegenkomt, hè, die iets wel of niet zouden kunnen. En daarnaast hebben we kwartaaltrainingen om ervoor te zorgen dat je les eigenlijk vernieuwd wordt. Dus Oké. dat je eventueel met
Sommige aqua-lessen zijn op muziek. Nou, dan heb je weer andere muziek, andere oefeningen. Maar sowieso komt het erop neer dat je elk kwartaal dan nieuwe oefeningen kan aanleren aan de mensen. Waardoor het ook wat leuk blijft om te komen. Omdat natuurlijk toch dezelfde varieerder mensen, ook. Precies, ja. En, maar is dat dan los? Want je hebt hier instructeurs die hebben bijvoorbeeld de opleiding aqua-aerobic gedaan. Mm-hmm. En zij doen ook nog steeds die trainingen. Dus dat is naast jouw opleiding van jouw doelgroep. Ja, ja. Oh, wat goed. Ja, en het, in principe kan het zijn dat er een zwemleraar is die alles leuk vindt om te doen. En vervolgens ook aqua-instructeur wordt voor alle aqua-lessen. Of alleen de lessen waar hij zichzelf goed bij zou voelen. En we hebben ook gewoon instructeurs die alleen die opleiding hebben gedaan. Zie het als een ZZP'er of iemand die eigenlijk het land doorgaat, wat je eigenlijk in de fitness ook hebt. Mm-hmm. Dat je natuurlijk specifieke groepen geeft en op meerdere locaties. Ja. Dus dat, die optie is er ook bij ons. Maar uiteraard dus wel met het doel dat je in principe wekelijks dezelfde persoon voor de groep hebt. Ja, precies. Want het is gewoon prettig dat je gewoon weet gewoon van dat is de vaste instructeur. Ja. En daar bouw je dan ook een band mee op. Oké, dus dat is wel heel bijzonder dat jullie gewoon zelf ook trainingen geven daarin en mensen bijscholen. Ja, en de mogelijkheid tot geven. Ja, dat is heel mooi. En dan zeg je dus de aquasporten. Wat nog meer bijvoorbeeld? Wat nog meer? Banenzwemmen doen jullie ook? Ja, we hebben banenzwemmen. Bij banenzwemmen heb je verder geen instructeur. Heb je uiteraard een toezichthouder die ervoor moet zorgen dat het veilig is in het zwembad. Die ook echt wel oplet of iemand goed kan zwemmen. Die herkent als er een bepaalde situatie zich voordoet. We hebben daarnaast ook ouder- en kindzwemmen. En bij banenzwemmen, dat doe je zelfstandig. Maar zijn er ook mensen die daar begeleiding, zeg maar, zeggen van goh, ik vind het wel fijn om te trainen, zeg maar. Is die mogelijkheid er ook? Ja, nou bij ons niet. Vaak is dat een combinatie, hè, van banenzwemmen en training. Ja, bij ons, wij hebben dat niet. Maar omdat je natuurlijk altijd zwemverenigingen in-house hebt, heb je vaak een zwemvereniging die aan wedstrijdzwemmen doet en een zwemvereniging die aan waterpolo doet. Oh. Dus nou ja, dat zijn vaak de opties die je als eerste hebt. We hebben hier toevallig ook de onderwaterzwemvereniging. Die duiken, maar ook onderwater rugby doen en dat soort dingen. Onderwater rugby? Ja, met een fles op je rug. En superleuk. Okay. Maar in ieder geval, ja, weet je, als daar behoefte naar is, dan is dat vaak voor ons makkelijker om te zeggen, nou, meld je dan aan bij de zwemvereniging en probeer daar dan echt met trainingen mee te doen. Misschien is het ook wel leuk om uiteindelijk wedstrijden te gaan doen, maar dat ligt natuurlijk aan jezelf. Ja. Dus je zegt voornamelijk ook veel zwemscholen. Dus dat zie je dus ook veel, dat zwemscholen eigenlijk ook, zeg maar, een plekje daar hebben. Hè? Ja. Dat, zeg maar, het zwembad niet het hele aanbod verzorgt. Nee. Maar dat het ook gewoon deels verhuurd wordt aan zwemscholen of in dit geval wat jij zegt, de waterpolenclub. Ja. Is het iets nieuws van de laatste jaren of werd het eigenlijk altijd al gedaan? Nou, het is altijd wel zo geweest dat er zwemscholen zijn. Of in ieder geval dat er zwemverenigingen zijn, want dat is het natuurlijk. Alleen wat ik wel gemerkt heb in de paar jaar dat ik nu bij Optisport werk, is dat er vaak niet echt een bruggetje is tussen degene die het zwembad draait en de zwemverenigingen die er zijn. En dat ze ook vaak het gevoel hebben gehad dat ze misschien in elkaars vaarwater zaten met sommige punten. Nou, ik ben daar totaal niet mee bezig en vind het juist fijn dat er meer variatie is op je locatie. Want uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat hoe meer je biedt, hoe meer mensen hier komen en hoe meer mensen een bepaald gevoel bij je locatie hebben, ook makkelijker terugkomen. En ten tweede kan je elkaar alleen maar versterken. Ja. En dat is, wij hebben bijvoorbeeld als je afzwemt, doen we tegenwoordig ook flyers bij je diploma. Dus dat is vanaf B en C. Om uiteindelijk met de informatie van de zwemverenigingen. Omdat het natuurlijk heel standaard is dat je, nou, vaak na het zwemmen mag je dan, als je diploma hebt gehaald, mag je eindelijk op hockey of voetbal of zo. Ja, dan is het meestal, ik moet snel opschieten met mijn zwemlessen, want daarna staat mij iets leuks te wachten, want dan mag ik op de voetbal. Precies, en er wordt eigenlijk nooit gekeken naar dat het natuurlijk voor kinderen ook leuk is om te gaan waterpolo'en of wedstrijdzwemmen of het onderwater sporten of iets. Dus, maar wat goed, dus dat is eigenlijk gewoon wat jullie gewoon stimuleren en daarmee gewoon de zwemscholen eigenlijk ook helpen om
Ja. Ook die mogelijkheid te bieden. Ja. Ja. Oh, dat is wel heel mooi. Ja, je moet het natuurlijk zien als een winkelcentrum waarbij je of elkaars concurrent kan zijn of elkaar kan versterken, waardoor het altijd druk is. Ja. En je wil natuurlijk gewoon mensen hier naartoe krijgen. En uiteindelijk moet het niet het doel zijn dat jij degene bent die alle omzet binnenhaalt. Het gaat erom dat jij het gewoon leuk vindt dat mensen naar het zwembad willen, in welke vorm dan ook. Ja, helder. Wat goed. Ja. Mooi. Oké, okay. Dat zijn dan de doelgroepen wat je gezegd hebt. En evenementen, organiseren jullie die ook? Ja, echte evenementen zijn er niet. Je hebt natuurlijk de zwemvierdaagse, net als de avondvierdaagse. Mm-hmm. En wat wij daarnaast doen is dat wij zwemdisco's organiseren. Dat is eigenlijk hetgene wat daarbuiten nog georganiseerd wordt. Vrijdagavond. Ja, nou volgens mij is het zaterdagavond hier in Meidrecht in het zwembad waar ik ook zit. Daar is het vrijdag dan. En dat zijn eigenlijk voor kinderen die al A en B diploma hebben. Er komt een DJ, die draait leuke muziek. Een echte DJ? Ja, ja, ja. Ja. Dus geen, niet vanuit de computer? Nee, nee. Dus dan wordt het echt wel, nou ja. Disco. Het moet wel, precies. Het moet echt een disco zijn. En ja, ook daarbij zijn we bezig om dat ook weer te vernieuwen. We hebben nu een DJ gevonden die daar ook bepaalde wedstrijdjes in doet. Limbo danswedstrijden en dat soort dingen. Daar kan je wat prijsjes winnen. Ja, om er toch een beetje voor te zorgen dat het niet alleen zwemmen en muziek is, maar dat het echt een beetje wordt aangekleed en extra leuk wordt voor de kinderen. Ja. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, dus dat is in principe een maandelijks iets wat je doet. En je hebt natuurlijk altijd een thema. Dus het is net Halloween bijvoorbeeld. Is een Halloween zwemdisco. Of après-ski. Weet je, het zijn natuurlijk de thema's in het jaar die je tegenkomt aan de hand van het jaargetij. Ja, en dat proberen we dan ook vaak vast te hangen aan de zwemdisco. Nou, dan komen de kinderen natuurlijk niet verkleed. Maar de instructeurs en de DJ die staan dan wel verkleed op het bad. Dat is wel de bedoeling. Oh, ja, wat precies. Geweldig, ja, wat leuk. Hey, en is daar veel animo voor? Ja. Want ik merk ook bij bepaalde zwembaden die... ik heb nog niet gehoord dat ze een DJ hebben. Ja. Vind ik echt heel bijzonder. Maar ik merk ook dat daar soms af en toe terugloop is. Ja, nou ja, ik zal je vertellen dat toen ik... de DJ die ik gevonden heb, die draait bij mij al in Meidrecht. Mm-hmm. En daar heb ik mee gesproken om hier dus ook de zwemdisco's te gaan doen. Je merkt dat de DJ maakt de zwemdisco. Toen ik begon hadden wij denk ik 50, 60 kinderen bij een zwemdisco. En dan moet je bedenken dat er ongeveer tussen de 150 en 200 naar binnen kunnen. De laatste jaren, uiteraard tussen de coronaperiodes door, of tussen de coronasluitingen door, zitten wij eigenlijk standaard op 200 kindjes met een wachtlijst van 50 of zoiets. Het is een enorme hit en dan merk je echt wel dat de uitstraling die je hebt, het verkleden, het spelletje tussendoor, nou ja, het enthousiasme van een DJ bepaalt uiteindelijk de sfeer en ook de mensen, de kinderen die allemaal dus naar het zwembad komen en ook weer terug willen komen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat werkt enorm goed. Ja, en daarvoor, dat zeg ik, was niet per se de DJ verkeerd. Maar ja, als dat niet zo wordt verkocht op de zwemzaal, ja, dan is het gewoon iets waarvan kinderen denken, oh, ik zou het wel leuk vinden om een keer terug te komen. Ja. In plaats van dat het meteen in de agenda wordt gezet. Ja, ik wil volgende week, volgende maand weer. Wil ik weer, ja, precies. Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Oh, dat vind ik wel heel bijzonder, zeg. Dus dat is inderdaad, heb je uitgevonden dat eigenlijk gewoon heel belangrijk is, de DJ. En dat is ook een stukje investeren, hè? Want uiteindelijk hangt er natuurlijk ook een ander prijskaartje aan. Maar ja, uiteindelijk heb je liever een goed lopend product dan een wat minder goed lopend product, waarbij je misschien wat geld bespaard hebt. Ja. Dus, geweldig. Ja. Nou, ik vind het heel erg mooi. Echt, ik zou alle kinderen aanraden om gewoon zeker hier naartoe te komen. Ja. En het mee te maken. De discoavond op de zaterdag is het hier, zeg jij. Ja, alleen dat is dan, zeg maar, nu zitten we dan in de zomermaanden. Hè? Mm. En dan, dat is de zomerstop. Het begint in principe in september weer. Okay. Een document die ik aan het maken ben, wat we natuurlijk al zeiden, het maatschappelijk ondernemen. Mm-hmm. We zijn aan het kijken welke producten die we hebben die aansluiten bij de doelgroepen. En daarnaast welke producten zou je nog kunnen toevoegen. Nou, uiteindelijk is een zwembad natuurlijk voor iedereen, hè, dus dat begint eigenlijk al voordat je geboren bent. Daar hebben we dan het zwangerschapszwemmen voor. En dat bieden we eigenlijk al aan bij de verloskundige. Dus daar leggen we flyers neer om aan te geven, nou, wist je dat
er een speciaal uurtje is om te gaan zwangerschapszwemmen. En dat is ook meteen de eerste stap om als ouder met kind het zwembad in te komen. Het is natuurlijk heel fijn als je zwanger bent om te zwemmen. Ja. Dus daar is een speciale aqua-les voor opgericht. En daarnaast, op het moment dat je bevallen bent, heb je natuurlijk de kraamzorg, consultatiebureau. Daar leggen we dan weer flyers neer voor het ouder- en kindzwemmen. En dan heb je eigenlijk, het is een soort van zwemlesvorm waar ze worden voorbereid om uiteindelijk op zwemles te gaan. Dus het is van 0 tot 4 jaar. En eigenlijk per jaar heb je een apart groepje met bepaalde oefeningen die je gaat doen. Wat natuurlijk, als je 0 bent, is dat natuurlijk heel speels. Ja. En het wordt steeds wat serieuzer. Om er vooral voor te zorgen dat kindjes zich fijn voelen in het water. Niet bang zijn voor druppels, spetters. Een beetje watervrij maken. Ja, en toch ook al een beetje in de oefening van hoe overleef je nou een beetje in dat water? Uiteraard met je ouder samen. Mm-hmm. Om uiteindelijk als je op zwemles gaat, om dan eigenlijk een heel stuk al over te slaan wat je normaal het eerste badje hebt. Die slaan dat eigenlijk al bijna direct over als ze dit hele traject hebben gevolgd. Dus je wint er uiteindelijk op. En het is natuurlijk gewoon een mooi moment om met je kind lekker in het water te zijn. Je doet dat ook in een groepsvorm, waardoor je andere ouders leert kennen. Dus het is ook allemaal connectie maken met elkaar. En de optie is om natuurlijk daarna nog lekker een bakje koffie te drinken. Beetje te kletsen. Ja, gewoon. Een beetje te kletsen en te doen. En jullie doen dat met Liz en Wes? Ja, Liz en Wes, dat zijn de twee mascottes. Mm-hmm. We hebben met zwemles hebben Set en Sop. Dat is een haai en een washandje. En dat is specifiek voor Optisport, die met Sip en Sop werken. Set en Sop en Liz en Wes. En Liz en Wes zijn voor de jongeren. Ja, Liz en Wes zijn voor de jongeren. En eigenlijk is het een soort van, het is een onderwateravontuur waar het dan over gaat. Met Liz en Wes komt dat natuurlijk niet heel erg terug, omdat kindjes van 0 tot 4, vooral 0 tot 2, daar hoef je niet echt een verhaaltje aan te gaan vertellen. Maar laten we het even, bij de zwemles heb je Set en Sop. En dan zit eigenlijk het hele traject van begin tot je C-diploma. Mm-hmm. Heb je een soort van boekje waarbij verhalen verteld worden en waarbij de oefeningen die je leert komen daarin terug. Oh. Dus het is een soort van verhaal. Er zijn ook filmpjes over, er zijn liedjes van. Oh. En daarbij heb je per afgerond activiteiten rondje krijg je dan een sticker. Die kan je dan weer in dat boekje plakken. En zo ben je eigenlijk onderdeel van het verhaal. En is het aangekleed met de twee mascottes die er dan zijn. Wat leuk. En ik hoorde ook dat het de diamantjes zijn. Ja, diamantjes. Die kan je verdienen. Ja, het is eigenlijk als je naar het volgende badje gaat, mm-hmm. dan krijg je een diamantje. Dus dat is dan, dus je hebt eigenlijk de stickertjes voor de tussenopdrachtjes. En naar het volgende badje een diamantje. Dan heb je ook een schatkist die je mee naar huis krijgt als je bij ons begint. Daar zit dan dat boekje in. En in die schatkist zitten dan ook wat plekjes waar je die diamantjes kan plaatsen natuurlijk. Dus ja, het is eigenlijk het aankleden en het leuker maken van je zwemlesproduct. Leuk. Geweldig, leuk zeg. En zeker weet ik van kinderen die zeggen van ik wil het diamantje halen. Dat is echt heel belangrijk voor ze. Nee, dat klopt. En ik heb ook wel gehad dat er kinderen toch op latere leeftijd nog terugkwamen. En zeiden van joh, ik ben dat stickertje ooit kwijtgeraakt. Kan ik dat stickertje nog krijgen? Want ik mis in mijn boekje. Nou, daar kijken ze dan later blijkbaar toch nog af en toe in. Om dan toch nog dat boekje compleet te krijgen. Dus het is best wel, tuurlijk de ene die zal het wat meer ervaren dan de andere. Hè? Maar het gaat er natuurlijk om dat je het gewoon wat leuker maakt voor de kinderen. Dat je het in een verhaalvorm doet. Dat je een soort van En dat ze een beloning krijgen ook gewoon. Ja, precies. Het is bijna een soort van speurtocht naar je A-diploma toe. Waarbij je verschillende oefeningen moet afronden om het einddoel te bereiken. Leuk. Ja. Geweldig. Hey, en kinderopvang. Ik hoorde laatst dat er ook zwem-BSO's zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, je hebt sowieso tegenwoordig, vinden ouders het fijn om bij een BSO de optie te hebben dat je kind bijvoorbeeld naar paardrijden wordt gebracht, naar de voetbalclub, naar de hockeyclub. Maar ook het zwemles is natuurlijk nog een onderdeel wat je op de BSO kan hebben. Dan heb je natuurlijk BSO's die alleen het zwemmen aanbieden. Mm-hmm.
Of alle activiteiten. Ja, en daarbij hebben wij wel wat samenwerkingen. Maar dat is ook iets wat wij nu willen uitbreiden. Dat we eigenlijk alle BSO's aanschrijven om aan te geven van, ja, wat zijn de opties. Dat jullie bij ons de zwemles afnemen. Dat je dat eigenlijk kan bieden aan de ouders. Van, nou, als je bij ons komt, dan nemen wij jouw kind ook mee naar de zwemles. Alleen daar zit natuurlijk wel wat logistieke uitdagingen zitten daaraan vast. Dus het ligt er net aan hoe ver je van het zwembad af zit met je locatie. Heb je een busje, ja of nee? Ja. Dus ja, dat is wel iets wat nu steeds vaker terugkomt. En waar wij zelf ook naar op zoek zijn bij BSO's. Van joh, is dat voor jullie een optie? Want het kan zijn dat ze het nu nog niet bieden. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel heel mooi voor ouders dat... Als ze kinderen bij de BSO gebracht worden, dat ze ook tevens gewoon de zwemles hebben gehad. Precies, precies. Geweldig. Uiteraard kan ik me ook voorstellen dat ouders, ja, de ene vindt dat leuk. Ik ben zelf ook een vader en ja, ik zou het misschien minder leuk vinden, want ik zou het leuk vinden om mijn kind te zien zwemmen, bijvoorbeeld. Dus ja, het is voor de ene wel weggelegd en voor de ander niet. Maar het is in ieder geval wel goed dat de optie er is. Ja. En dat betekent gewoon, dus zwem-BSO betekent gewoon dat de kinderen de zwemles krijgen. Tijdens de tijd dat ze bij de BSO zitten. Ja. Maar dat betekent niet dat ze de hele middag zeg maar bezig worden gehouden in het water. Nee, daar zijn we ook wel naar op zoek. Want dat is natuurlijk een makkelijk bruggetje van joh, zou je het niet ook leuk vinden om met een klasje lekker in het zwembad te zijn? Een anderhalf uurtje nog extra. Precies, ja. Wij organiseren dat zelf dan niet in de vorm dat wij dan de opvang zijn. Maar dat is inderdaad ook weer een samenwerking die je kan aangaan. Joh, vind je het leuk om... Eén keer in de week, één keer in de maand, één keer in het jaar. Gewoon met je hele club te komen en lekker te komen vrijzwemmen. En dan heb je natuurlijk binnen dat vrijzwemmen natuurlijk allemaal opties. Van joh, je gaat lekker je gang. Of we zetten daar instructeurs bij die gaan nog wat... parcoursjes doen. Ja, of, maar, of survivalen, ja. Of overlevingszwemmen. Je kan het natuurlijk zo serieus maken als je wil. Er zijn natuurlijk allemaal opties om te doen. Of gewoon de optie, joh, gooi het zwembad open... Wij gaan met ons clubje naar binnen en we gaan lekker zwemmen. Ja. En dit is inderdaad, dan hebben we het gehad over BSO, kleinere kinderen. Maar ik zie ook dat bijvoorbeeld voortgezet onderwijs ook zeg maar af en toe naar het zwembad komen. Ja. En dan is dat vaak, wat ik jammer vind, de gymleraar. Maar dat ook weer per persoon hangt het er vanaf. Die zegt van, joh, ik ga gewoon met mijn kinderen in de klas lekker zwemmen. Ja, ja. Komt dat hier ook voor dat je gewoon voortgezet onderwijs ziet die in de gymnastiektijd komen zwemmen? Of? Nee, we hebben wel de ROC die daarmee komen. Maar dat is wel iets waar wij nu ook mee bezig zijn. Omdat er het percentage aan bewegingsaanbod op school gaat omhoog per volgend jaar. Wat betekent dat er dus meer bewogen en gesport moet worden. Op scholen. En dat betekent dus ook dat je moet kijken of dat allemaal wel in een sporthal past. Ja. En ten tweede of je het wel alleen maar in een sporthal of een sportveld wil doen. Dus wij hebben zeg maar de natte gymles hebben wij ontworpen. Waarbij je inderdaad, nou wat ik net al zei, er zit een aantal serieuze onderdelen in. Zoals overlevingszwemmen, wedstrijdzwemmen, maar ook... De oefeningen, dat je uit een boot valt, wat doe je dan? Of onder het ijs komt, wat doe je dan? Maar daarnaast ook gewoon spel en sport. Dat je lekker kan spelen, dat kinderen toch wel gewoon in aanraking blijven komen met het water. Ja. Dus daar zijn we mee bezig. En ook daarbij gaan we dan scholen aanschrijven met, joh, zou je dit in enige vorm willen gaan doen? Nou, sommige scholen die ontkomen er misschien niet eens aan, omdat dus er geen ruimte in sporthallen zijn. Maar het is natuurlijk sowieso heel belangrijk voor kinderen om regelmatig te gaan zwemmen. Ja. Nadat ze hun diploma hebben gehaald. Want dat gebeurt natuurlijk vaak, wat we al zeiden, dat na je B-diploma ga je op voetbal. Ja. Ja, je zwemt een keer in de zomer en dat is het. Maar het zou natuurlijk fijn zijn als daar iets van structuur in zit. Waardoor je toch als ouder ook wat lekkerder op je bedje ligt aan het zwembad in de... Ja. In de zomervakantie. Nou, dat klopt. Want dat zie je wel gewoon. Dat sinds natuurlijk de hele digitale wereld... zie je gewoon steeds meer dat de jongvolwassenen... of tenminste na een leeftijd van dat ze voortgezet onderwijs zitten... minder in het zwembad komen. Ja. Terwijl de generatie daarvoor gewoon nog zat te recreëren in het zwembad. Ja, precies. Op de woensdagmiddag, vrijdag, zaterdag. Ja. En ik eigenlijk maar heel weinig jongeren zie... van het voortgezet onderwijs, die zelfstandig komen recreëren in het bad. Ja, ja.
Heeft dat misschien ook mee te maken dat daar ook veel kinderen tussen zitten die geen zwemdiploma hebben? Nou, het valt op zich wel mee. Er zijn natuurlijk aardig wat regelingen binnen de gemeente om ervoor te zorgen dat als dat bijvoorbeeld aan het geld zou liggen of het kan de achtergrond zijn dat je gewoon niet zo goed weet dat zwemles een standaard iets is in Nederland. Mm-hmm. Zijn er best wel veel partijen voor die daar wat voor kunnen betekenen. Dus over het algemeen zal een kind op middelbare schoolleeftijd, laten we dat vooral als voorbeeld nemen, gebeurt niet heel veel dat die geen zwemdiploma hebben. Okay. Het is voornamelijk de groep 6, 7, 8 kinderen waarbij er dan nou, toch een kind uit een ander land voorbij komt of een kind om wat voor reden dan ook nooit zwemles heeft gehad. Maar vaak komt het ook wel weer bovendrijven op het moment dat er over gesproken wordt en wordt er dan toch wel iets in gang gezet. En ook daar hebben wij natuurlijk speciale zwemlessen voor. Dat een kindje van 10 niet automatisch bij een groepje van 4-jarigen in het badje komt. Oh ja? Dus daar hebben we ook speciale tijden voor om dat soort lessen aan te bieden. Want ik heb inderdaad ook in het verleden gehad kinderen van 14 jaar. En die werden inderdaad dan gewoon bij kindertjes van 5 jaar gezet. Ja, omdat er gewoon geen ruimte was. En nee. Die kinderen voelen zich super ongemakkelijk. Ja. Willen gewoon niet naar de zwemles heen. Nee. Ik snap ook een zwembad die zegt van, joh, ik heb maar 2 van die kinderen van die leeftijd. Ik kan daar niet een instructeur op zetten. Nee, precies. Dus ik snap ook af en toe hun dilemma, maar ik begrijp voor die kinderen dat het verschrikkelijk is. Ja, nee, dus ja, dat doen we dus ook niet. En uiteindelijk is het wel, weet je, je leert als leraar altijd differentiëren, zoals ze dat zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat je voor elk niveau een aparte leraar nodig hebt. Nee. Dus uiteindelijk moet je dat allemaal proberen te combineren, waardoor je inderdaad, nou ja, in ieder geval een aantal kindjes les aan het geven bent. Het moet natuurlijk veilig blijven, hè? Dus je kan niet iemand die niet kan zwemmen meenemen naar diepe bad, want dat is dus niet handig. Maar in principe valt het wel te combineren. En je hebt natuurlijk liever wat kinderen tussen de leeftijd van 8 en 12, dan dat ze inderdaad met 4, 5-jarigen mee moeten doen, want dat heeft gewoon geen nut. Nee. En ten tweede gaan de kinderen, die ouders zijn ook veel sneller. Je merkt gewoon dat als die eenmaal doorhebben hoe het werkt, als de techniek er is, ja, de afstanden, dat is natuurlijk vaak voor kleinere kindjes, ja, het is echt een krachtsdingetje. Maar ja, als jij wat ouder bent, dan heb je die kracht vaak al. Dus je merkt ook gewoon het traject voor hun veel korter is dan de jonkies. Ja, helder. Ik zie hier het bad aan de overkant. Ja. Super aantrekkelijk. Ik ben even heel nieuwsgierig. Zullen wij even een kijkje nemen rondom het bad? Ja, is goed. En dan kunnen we misschien nog eventjes verder kletsen. Even kijken, ik denk dat jij dan maar voor opgaat. Hi. Hi. Even kijken, dit is de ontvangsthal. Ja. Oh, ze zijn al aan het zwemmen. Oh. Wil je even naar binnen stappen? Ja, zou dat kunnen? Ik wil alleen zeggen, laten we niet... Ik ga niet daar zitten. Nee. Ik zal niet de mensen in... Niet iedereen kan dat waarderen. Nee, dat snap ik inderdaad. Voor mensen dat dit een camera is, dus dat scheelt ook. Precies. En ik kan hem inderdaad ook nog gewoon eventjes... Ja, je hebt hier dus de aquafitty, zal ik begint in het ondiepe bad. Ja. Dat is toch voor de wat meer senioren doelgroep. Die eigenlijk in beweging blijven met bepaalde attributen. En op de bodem kunnen staan. Dat is vaak het belangrijkste. Je hebt ook aqualessen waarbij je juist niet op de bodem mag staan. Mm-hmm. Maar dan is het wel belangrijk dat je er wel fit bent. Nou, ik wil zeggen eigenlijk heel erg bedankt voor alle informatie. Leuk. Ik zou zeggen, mensen, kom gewoon naar Hilversum. Naar zwembad De Liebberg. En hartstikke leuk zwembad. Leuk personeel. En ik wil je danken. Helemaal top. Ja, dank voor je komst. En het was een leuk interview. Oké, super. Hey, ik zie je snel. En ja. Ik kom nog wel een keertje aan. Helemaal goed. Oké, hoi hoi. Dag. Hey, tot ziens. Dag. Dank voor de thee.
Nou, dit was echt super. In Hilversum. Zwembad de Lieberg. Jongens, ik zou er een keertje naartoe gaan. Heerlijk zwemmen.